Welkom bij Vlogmas dag 18. Goedemorgen allemaal. Ik sta aangekleed in mijn kamer. Alleen dit ding kan niet lopen. Echt niet meer. Ik kan er niet meer op staan. Het ging gisteren nog redelijk. Maar nu gaat niet lekker. Ik ga even zitten. Of wel, ik ga hier wel zitten. Kan ik zo gelijk de adventkalender doen. Maar ja, jongens, het gaat niet zo lekker. Ik ga mijn appjes in de S-gebeld, mijn stage. Om te zeggen dat het me niet gaat lukken om te komen. Want ik kan er niet. Ik stond gewoon aangekleed. Ik was gewoon ready om te gaan. Mijn pa zegt, je gaat niet zo. Je gaat straks gewoon lekker de huis op. Ja. En morgen heb ik kerstgala op school. Dus... Hopelijk kan ik dat nog meemaken. Ik hoop dat het goed gaat. Ik ga zo meteen de huisarts bellen. En ik had eigenlijk een telefonische afspraak omdat ze vol zitten. Maar ja, dus gewoon spoed. Ik moet nu gewoon langskomen, want ik ga hier niet langer mee blijven lopen. Dus ik ga zo gewoon de huisarts bellen. En ijsje er langs voor komen. Maar goed, ik ga de adventkalender even gauw met jullie openmaken. Heb ik dat gehad, dan ga ik daarna lekker naar beneden op de bank liggen. Nummertje 18. Hier bovenin. Het is niet zo'n heel groot vakje, zie ik. Jongens, het gaat zo snel. Nou echt die hele adventkalender aan bord. Deze conditioner, dat is wel heel chill. Die ruikt echt lekker. Die heb ik ook in de shampoo vorm een keer in het rood gekocht. Die ruikt heel lekker. Zelfs mijn kerstboom staat niet eens aan. Dat is echt erg. Nummer 18 en de andere. Een visit. Oh, mini. Oh, dat vind ik heel leuk. Die moet er helemaal in. Dus ja, jongens en meisjes, ik zit thuis met mijn knie en ik heb mijn vader zijn shirt aan. Deze heb ik aan hem gegeven en hij lag in mijn kast, mijn moeder had verkeerd neergelegd. Dus ja, ik ga naar beneden, ik ga eten, want ik heb vanmorgen werd ik om 3:30 wakker, toen had ik heel veel honger. Dus ik ga even eten, even drinken. En wachten tot het 8:00 is. Want dan kan ik medicijnen innemen. En dan kan ik naar de huisarts. Of tenminste, ik wacht met de medicijnen innemen. Misschien moet ik wel gelijk langs. Dus ja. Ik ben mijn eigen naar de keuken gehuppeld. Nou, ik ben nu met heet water een caramel macchiato aan het maken. Een beetje heet water erbij dan. Ik wil verdienen na een hele nacht wakker liggen. Dat is echt niet leuk. Ik heb veel hebben, maar dit is echt killing. In mijn klas. Nee, dus echt niet, jongens, dus echt niet chill, gewoon echt heel veel pijn. Oké,
mijn video aan het uploaden. Je moet toch wat doen nu toch wakker ben en sta aangekleed. Dus dat doe allemaal. Ik maak me nou echt serieus helemaal druk. Want ik wil heel graag. Maar dan is er gewoon weer iets wat me tegenhoudt. En dat is, vind ik gewoon echt naar. Zo. Ik heb een lekkere caramel macchiato. Ik ga lekker een zoetje doen. Lekker zoet. Hoppata. Dus roeren. En dan kan ik lekker een bakje drinken. Cheers. Goed. Ik ben inmiddels thuis. Mijn stoel kraakt heel erg. Ik ben thuis gekomen van de huisarts. Het schijnt dus spieren te zijn. Ik ben dus vandaag, volgens mij heb ik dat niet eens verteld. Ik ben even naar de huisarts geweest vandaag. Het schijnen dus spieren te zijn die dus een klap hebben gekregen doordat ik mijn been echt idioot weer door te strekken, zeg maar. Dus ik heb een andere pijnstilling gekregen in de hoop dat dat werkt. Dus als je het kan zien. Ik heb net mijn nagels alvast gedaan. Ik heb morgen natuurlijk kerstgala. En ik dacht, dit ga ik alvast doen. Dan ben ik daar vanaf. Ik heb net nagels opgeplakt en ik heb ze gelakt. Dus daar ben ik heel blij mee. Het is heel erg wennen aan de lengte. Ik heb echt hele korte nagels door stage. Dus dit is wel even wennen. Maar ja. Het was een gekke, rustige en een beetje toch wel irritante dag. Maar goed, we doen het er maar mee. Ik wil even gaan editen. Ik ga beneden even wat drinken. Dan ga ik editen. Dan ga ik lekker mijn bed in. Want morgen staat er natuurlijk een hele leuke dag op de planning. En het gaat wel echt heel erg leuk worden.